Wij trappen vandaag Meet & Greet af in Genk, niet toevallig in Genk, want Limburg is voor ons een hele belangrijke provincie deze verkiezingen. We gaan die zetel veroveren, zeker in het Vlaams parlement en wie weet zelfs in de Kamer. Dus we zijn hier graag vandaag, Elisabeth Meijer en Wouter en ik, om het te hebben over Groen, een beetje over onszelf te praten, de mensen achter ons programma. En ik kijk er naar uit en de mensen zijn in ieder geval heel enthousiast, niet alleen voor de show, maar duidelijk ook voor de frietjes. We gaan wat vertellen over wie wij zijn en waarom dat we aan politiek doen. En de mensen kunnen alle vragen op ons afschieten om eigenlijk echt met heel veel enthousiasme hier in Limburg Groene Gedachtegoed uit te dragen. Het is plezant om hier te zijn op deze prachtige site, dus ik kijk er naar uit. Het is een beetje de bedoeling dat we zeggen van waar ons engagement komt, denk ik. Waarom we die stap naar de politiek gezet hebben. Ik denk dat dat wel leuk zal zijn voor de mensen. Ja, het is een soort roadshow van Groen, op meerdere plekken, maar nu zitten we in Genk. En informele babbel, maar toch op een manier waarop je de kandidaten beter leert kennen. Ik ben volstrekt kleurneutraal. Ik ben zo grijs als de pest. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook allemaal niet meer weet. En ik vermoed dat er steeds meer mensen zijn die daar een probleem mee hebben. Wat dus goed is dat ik hier vanavond ben, dan kan ik me nog beter informeren. Als ik Wouter mag zeggen, ja, dat mag. Ex-Giro-leider. Ja. Bent u dat in hart en nieren eigenlijk nog een beetje? Is voorzitter zijn van Groen een beetje de Giro-leider zijn? Of klinkt dat denigrerend? Ik vind dat niet denigrerend. Nee. Klinkt omdat ik natuurlijk een fervente Giroman ben. Elke Limburgenaar zou moeten gaan protesteren in Brussel. Limburger, sorry. Ik vind Limburgenaar ook wel mooi. Ja. Ja. Jij bent een Mechelig. Ja. En ook een beetje. Ik ben ook een beetje Catalanenaar. Catalanenaar. Pitbull, dat kan ik me nog inbeelden. Iemand die zich vastbijt in de materie, iemand die niet loslaat, prima, positief. Pain in the ass, ik weet het zo niet. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit de banken. Dat. Ja, omdat als ik ergens in geloof en ik zie dat het echt falikant scheef zit, dan geef ik niet af. Ik ging betogen op de schouders van mijn vader tegen de kernraketten, zoals velen van mijn generatie. Hier om de hoek liggen er nog 31. Nee, maar voor mijn sociale vaardigheden op café heeft dat dan wel veel geholpen, want mijn vader bleef dan hangen. En dan, heb ik daar ook andere... Als hij terug naar huis ging, was dat van links naar rechts. Ja. Vond het heel tof, mooi doen we dat opnieuw. Tot ziens en tot op 26 mei, denk ik. Tot ziens.